mensen, welkom allemaal bij de presentatie van Miss Fiti Pinks Runner. Mag ik je ontzettend feliciteren met dit feit? Ja, dat mag. Nog even over dit project, want ik zie allerlei portretten langskomen. Hoe hebben jullie die mensen gescout? Dit zijn mensen waar wij eigenlijk al mee samenwerkten als vertegenwoordigers van hun werk in Nederland. Ik heb eerst schilderijtjes gemaakt van Sanjay, die gingen we verkopen. En het geld gingen we doneren in Suriname. In het tweede seizoen, we zijn begonnen in het jaar na Sanjay zijn dood, op zijn eerste sterfdag zeg maar. Een jaar later was ik het verhaal over Sanjay een beetje zat. En toen dacht ik van hoe kan ik nou ervoor zorgen dat het verhaal niet ter nagedachtenis aan, maar ter ondersteuning van wordt. Hoe krijgen we dat voor elkaar? Toen zijn we dus daar mensen gaan scouten die allemaal en kunst of creatieve ondernemertjes waren. Zo van, als we die werken nu mee naar Nederland nemen. En we staan daar met een expo en een verkoopstand. Dan is dat het eerste wat die mensen zien. En dan gaat daar gaan de vragen over. Dan gaat het praatje meteen ook daar over. En dat werkte heel goed. Eigenlijk dacht ik dat het boek zou gaan over Pink in Suriname. En ik denk van nou, dat zal een dun boekje zijn, want zoveel is er niet. Er was ooit een café expo, verlengde Gemeenelandsweg en heel veel privéfeestjes. En dan moest je mensen kennen. Hoe staat het met het pinkgehalte van Paramaribo? Ik denk dat ze best heel goed werk verrichten. En ik zie het wel een beetje als het Amsterdam van de Cariben. In de landen daaromheen is het heel, heel, heel veel erger. Toen ik met Sanjay daar was, 2015, toen hadden ze al een Pride Week in oktober. Rond 11 oktober, rond de Coming Out dag. We gingen Sanjay uitstrooien op onze trouwdag, 15 oktober. En dat bleek midden in die week te zijn. Dus dat viel samen met de Pride Walk en daarna het Pride Feest. En tussendoor mocht ik op het podium vertellen waarom het ook voor mij en voor Sanjay een heel bijzonder aflevering was. En daarna, vanaf 17, zijn ze een Pride Maand gaan doen. Dus er gebeurt best heel veel. Ik ben wel heel trots dat Suriname inderdaad een Pride Walk heeft. En ik zou deze editie in oktober zou ik meelopen, waar het niet voor corona. Ik ga er echt niet heen. Maar ik vond het echt fantastisch dat het open en bloot kon. Yes. Wij hebben sinds 16 meegelopen, 4 jaar lang. Geweldig. Ja, heel goed. Ook best een hoge opkomst, zolang we ons dingetje doen. En het op deze manier zo breed houden. Het is geen roze boekje. Er staan mensen uit de LGBT-community in, maar er staan vooral ook heel veel kunstenaars in. En er staat ook iemand in die hele leuke vlogjes maakt over het alledaagse Surinaamse leven. En ik vind het altijd inspirerend dat mensen, organisaties, stichtingen hier in Nederland zich nog steeds solidair voelen met Suriname. Dat vind ik gewoon hoopvol en dat vind ik gewoon goed, een goed ding. Ik ben Simeon Blom, ik ben Amsterdammer, ik woon in Amsterdam Zuidoost. En daarnaast ben ik ook gemeenteraadslid namens GroenLinks in deze mooie stad. En ik werk ook voor COC Nederland, voor het Respect to Love programma. En dus je werk is pink of ben jij pink of is alles van je pink? Ja, eigenlijk dat laatste. Ik ben pink. Pink. Zo heb ik mezelf nooit omschreven trouwens. Ik zeg meestal queer. Ik zou mezelf als queer noemen. Maar pink is een mooie, goede kleur. Krachtige kleur. Staat voor heel veel. Dus ik vind het ook niet erg als je zegt pink. Ja. Ik hoorde je net iets zeggen en dat triggerde mij. Dat je dit soort initiatieven heel graag wil ondersteunen. En dan gaat het om het queer. Het gaat om jongeren, denk ik. En om de creative industry en kunst. Klopt dat? Ja, dat klopt zeker. Ik ben gevraagd om boeken in ontvangst te nemen. Ik heb ja gezegd. Natuurlijk vanwege de doelgroep. Het project is gericht op mensen in Suriname die LHBTI zijn, queer zijn, pink zijn. En daarnaast ook HIV positief. En voor mij is dat gewoon iets wat je altijd moet ondersteunen. Dit is super belangrijk. En ik heb daarnaast ook zelf een Surinaamse achtergrond. Dus dan vind ik het extra fijn en goed dat er mensen zijn hier in Nederland die met liefde hard werken. De stichting opgezet hebben, dit mooie boekje gemaakt hebben. En deze mensen een gezicht geven, een platform willen geven aan deze creatievelingen, aan deze kunstenaars. Want los van dat ze LHBTI zijn of HIV positief, zijn het gewoon mensen die wat van hun leven maken.
door middel van hun kunst, door middel van vloggers zijn of op een andere manier. Ik hou er wel van als dingen worden gezegd. Ook al zijn ze hier daar wel georganiseerd. Hey. Dat helpt. Ik wil ook wel heel graag jou en dit exemplaar. Dankjewel. Dankjewel. Toen ik een mail las, toen las ik dus niet Pink Suriname, maar ik las Peking Suriname. Ah. Je was niet de eerste. Ja. Maar ik vind Pink ook heel mooi. Ja. En ja, inderdaad, ik heb mijn zoon getrouwd met een man. Mijn zoon heet Narada, zijn man heet Mark. En als vader was ik als vader in eerste instantie, als Surinaamse vader, direct daarachteraan, was ik heel trots op mijn zoon dat hij erin geslaagd was om de liefde van zijn leven te vinden. En toen die liefde een man bleek te zijn, dacht ik, ook goed, weet je wat ik bedoel? Het maakt me geen donder uit wie je bent. Precies zoals dat jij zegt van mijn vlogs dat ze ongenuanceerd zijn. Daarvan zeg ik, het maakt me niet uit of ze ongenuanceerd zijn, als ze maar echt zijn. En als ze maar waar zijn. Weet je wat ik bedoel? En dat is wat ik vind van de liefde. Ik ken je al mijn hele leven bijna. Mart Radio, Mart TV, weet je. Was het met Gerard Retijg? MTNL? Maar ik heb eigenlijk meer voor de VPRO gewerkt en voor de Humanistische Omroepstichting. Voor de NPO. Ik ben een soort omroepsletje was ik geworden. Nou was je, dat ben je nog steeds, maar dan ben je dat nu online. Want het is elke dag om 10 uur, ga jij de ether in met gasten. Ja. En dan zijn de topics die je zelf samenstelt. Ja. Maar we zijn hier voor iets heel anders. Dit was heel even om je neer te zetten. Okay. Want ik hoor net iets wat ik niet wist. Okay. Namelijk over je zoon. Ja. Nou, mijn zoon, ik heb een zoon, die heet Narada. En die is met een man getrouwd. Maar ik vind dat niet zo bijzonder. Hij zelf vindt het ook niet heel bijzonder. Ik bedoel, hij vond iemand waar hij van hield. En dat was toevallig een man. En wij vonden dat allemaal helemaal oké. Okay. Dus daar hebben we niet echt een drama van gemaakt of zo. Maar luister, mijn hart gaat open als ik dit hoor. Want ik heb ook een Surinaamse vader, een Nederlandse moeder. En ik weet dat het niet allemaal zo goed en zo fijn kan gaan. Ja, mijn vader heeft niet meer tegen me gesproken een paar dikke, zware weken. Ja, maar dat zou best kunnen zijn dat hij zelf iets heeft. Het kan best zijn dat je pa ook niet helemaal uit zijn seksualiteit gekomen is. Ja, want het is wel een machismo cultuur, hè? De Creoolse Surinaamse cultuur. Er is nog wel wat werk te verzetten in de Surinaamse gemeenschap. Ja. Op het gebied van zeg maar de integratie van alles wat niet heteroseksueel is. En dat is jammer. Dat is jammer, want ik persoonlijk heb thuis heel veel liefde gehad. Weet je, ik heb gigantisch veel liefde gehad. Van mijn moeder, van mijn vader, van mijn zusters, van mijn broers. En ik denk dat ik daarom ook heel veel liefde kan geven. Ik moet gelijk weer aan mijn vader denken, maar goed. Die is er niet meer. Maar heb je nog een tip voor ouders, Surinaamse ouders, van welke cultuur dan ook, die worstelen met een dochter of een zoon met een andere geaardheid? Ja. Heb je een boskoppo voor ze? Nou, het enige boskoppo die ik kan geven, luister, het is je kind, weet je. Het is je kind. Het is je kind, for God's sake. Weet je wat ik bedoel? En er is niets. Er is geen groter cadeau dat je kan krijgen van het universum dan je kind. Dan dat je een kind krijgt, iets dat helemaal uit jou komt. Hoe kun je dan niet van dat kind houden als die alleen maar wil houden van? Dus als ik je een tip moet geven, is kijk naar de ogen van dat kind. En als de ogen van dat kind zeggen, ik hou van deze man of ik hou van deze vrouw, ook al is het iemand van mijn eigen seksen. Accepteer dat dan en geef ze liefde. Koester ze. Geef ze de mogelijkheid om uit te groeien tot wie ze zijn. Regardless van wie ze houden of waar ze opgewonden van raken. Of waar ze in geloven. Ik geloof in universele liefde persoonlijk. En ik raad je aan, dat is zo bevrijdend. Het is zo bevrijdend dat je van
alle hang-ups af bent. Want al die dingen zitten gewoon ergens in je hoofd. Free your mind and your ass will follow. Gilly, ik hield al van je, maar ik hou nu nog steeds nog meer van je. Dank je wel. Grand Tangi. Ik hou ook van jou. Ook van. En nog het meeste van die seizoen. Zaterdag is er ook een Pride Walk. Een queer black Pride Walk. Kan je daar iets meer over vertellen? Ik ga meelopen, omdat ik het zelf belangrijk vind dat we in deze maand sowieso heel veel aandacht vragen voor alles wat te maken heeft met de community. Met de queer community, met LHBTI mensen. En vooral ook de komende zaterdag, Black Pride. Dat vind ik extra belangrijk. Als kind en als jongere dan merkte ik wel dat ik bepaalde gevoelens heb die andere mensen niet hebben. En ik voelde me toen ook heel erg eenzaam en alleen. Ik dacht, wat is dit nou? Juist vooral omdat ik dat niet herkende bij andere mensen. En ik denk dat zo'n Black Pride heel belangrijk is vanwege representatie. Zodat andere mensen, andere jongeren die daar langslopen eventueel, zoiets hebben van, hey, wat is dit? Ik herken mij in deze mensen. Dus dat je om die reden daar aandacht voor vraagt. Maar helaas hebben we ook te maken met intersectionaliteit. Dat is zeg maar het mechanisme waarbij mensen vanuit verschillende onderdrukkingsfactoren, daar hebben zij extra mee te maken. Het zij vanwege racisme, discriminatie, seksisme, transfobie. En daar, het is gewoon altijd goed als je daar extra de aandacht voor vraagt. Maar ik denk zaterdag gaat vooral over trots. Als je hart zegt, ik hou van, volg je hart, volg je liefde. En als dat bekrachtigd kan worden door het in ontvangst nemen van dit boekje, dan doe ik dat tegenover God en de mens. En tegenover God en het universum. En ik doe het tegenover het universum, ook als er geen God is. Dit is waar ik voor sta en daarom ben ik trots erop dat je mij dit boekje geeft. Dankjewel. Heer. Dankjewel.